Ruim 200 Afghaanse kinderen op Heumensoord krijgen vanaf maandag 18 oktober dagelijks onderwijs aangeboden. Daar zijn we heel trots op, want dat is echt in no time gerealiseerd. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat die kinderen niet de hele dag in tenten, tegenwoordig ook nog in de regen, in Heumensoord zitten. Of ik moet natuurlijk eigenlijk paviljoen zeggen. Maar het is echt een betere conditie voor kinderen om perspectief te hebben voor hun toekomst. Om met een bus en een broodtrommeltje gevuld met boterhammen gewoon dagelijks onderwijs te krijgen, zodat ze ook een mooie toekomst hebben. En het is zo dat nog niet iedereen onderwijs kan krijgen die leerplichtig is. Dat was eigenlijk wel ons streven. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om nu leerkrachten voldoende te vinden. De gemeenten Nijmegen en Heumen zijn nog op zoek naar meer docenten. Maar gelukkig wisten ze er ook al een aantal te bereiken. En ik denk dat dat komt omdat het een bestek is tot 1 januari. En dat mensen een soort idealisme voelen van deze kinderen. Die maken zoveel mee wat mijn eigen kinderen misschien niet meemaken. Die vluchten of die moeten evacueren uit Afghanistan. Daar kiezen ze echt niet vrijwillig voor. En laat ik even kijken hoe ik of een dag extra kan werken, of ik ben misschien net met pensioen. En ik wil eigenlijk voor deze 3 maanden heel graag iets goeds doen voor deze kinderen die het zo ontzettend nodig hebben, maar ook heel erg verdienen zoals elk kind het verdient. De wethouder vindt het heel belangrijk dat deze Afghaanse kinderen de komende 3 maanden les krijgen. Kinderen hebben nodig om met elkaar in contact te zijn, om zich te ontwikkelen, om nieuwsgierig te blijven en hun nieuwsgierigheid ook te kunnen stillen door een honger aan leren, om dat te kunnen bevredigen. En dat gebeurt nu. En ik denk elke dag dat we later gestart waren was een dag zonde. En elke dag dat we eerder beginnen is echt hartstikke mooi meegenomen voor de ontwikkeling van deze kinderen. En misschien kan ik daar nog 1 ding aan toevoegen. Stel je voor dat die kinderen na 1 januari naar een andere opvang zouden moeten. En stel je voor dat ze op die andere opvanglocatie ook zouden denken, het is maar voor 3 maanden. Dan ben je zo'n 1/2 jaar verder. En dan heb je als 12-jarige 1/2 jaar geen onderwijs gehad. Wij hopen heel erg dat mensen die nu in het onderwijs stappen voor deze speciale doelgroep in deze korte tijd, dat die blijven hangen en denken, nou weet je, wij vinden het eigenlijk weer hartstikke leuk om les te geven. Dus we willen dat blijven doen voor de kinderen die in Nederland geboren en getogen zijn.